Examendag, meneer Noppes? Ja, de dag van de uitslag van de examens, zeker. Hoe spannend is dat? Nou, voor veel leerlingen nog best spannend hoe ze ervoor stonden. Dit jaar konden ze het natuurlijk wel zelf zien. Maar voor sommigen nog steeds spannend. Maar fantastisch resultaat. Hoe is het eigenlijk verlopen? Want het is anders dan andere jaren gegaan. Ja, is echt heel anders dan andere jaren gegaan. Geen centraal schriftelijk examen. Er zijn natuurlijk wel gewoon de schoolexamens die hebben plaatsgevonden. Dat is eigenlijk al vanaf de derde klas. En op basis daarvan wordt bepaald of een leerling geslaagd is of niet. Hoeveel leerlingen zijn er geslaagd hier? In totaal zijn er ruim 60 leerlingen zijn er geslaagd. Dat is nogal wat. En waar wij altijd zo benieuwd naar zijn, is het dan 90%, 99% of hebben jullie weer die 100%? We hebben weer die 100%. En dan zijn we echt ontzettend trots op die leerlingen om in deze tijd dat resultaat neer te zetten. Ja, want het is geen resultaat wat jullie behaald hebben op school, maar je ziet het echt als een resultaat van de leerlingen. Ja, die hebben echt er jaren hard voor gewerkt. Het is ook een resultaat van personeel, wat gewoon ook hard hiervoor werkt. En nou ja, je hebt net een beetje kunnen zien, de examenkandidaten komen nu op school. Het is echt een feestje dat gevierd wordt. Dus hier tegenover mij staat een super trotse directeur? Zeker, dat zeg je heel mooi. Echt trots. Normaal gesproken is er dan ook nogal een feestelijk tintje, hè? Examenuitreikingen. Hoe verloopt dat nu met die corona? Nou, we hebben echt hele wilde plannen. We hopen 1 juli de diploma-uitreiking te hebben. Vorm en inhoud, daar komen we later nog op terug. Zitten de leerlingen weer in spanning? Ja, maar dat is niet erg. U straalt helemaal. Ga terug naar het feestje, want er is nog een hoop te vieren. Gaan we doen, dankjewel.